Daar zijn ze, de spelers van Sparta. Een gelijkspel, misschien ook vanavond wel een goed resultaat voor Sparta. Al kun je je afvragen of de ploeg met een puntje nou echt iets opschiet. We zien spits Emega, hij staat dus aan de aftrap, net als Lennart T. Sparta op de 17e plaats met 11 punten na 16 wedstrijden. Vitesse heeft er 29. Niet zoveel als vorig seizoen, na de eerste 16 wedstrijden van het seizoen. Toen 35 punten. We zien de scheidsrechter Bas Nijhuis. En we horen uiteraard op de achtergrond de Sparta-mars. Die normaal hier op het kasteel natuurlijk uit volle borst wordt meegezongen door de Sparta-supporters. Vier dagen dus na die bekerwedstrijd in Arnhem. 2-1 overwinning voor Vitesse. Doelpunten van Baden Frederiksen nadat Sparta wel op voorsprong kwam. Na een benutte strafschop van Van Krooi. Van Krooi die op de bank zit vandaag van Henk Vrezer. Mijnans. Vriends. Masuras. Vriends zoekt diepte bij Emega. Zwak is het uitverdedigen hier van Oros. En dan komt de eerste kans eraan voor Sparta. Emega, maar goed keeperswerk van Jeroen Houwe. Smeets voor Sparta. Dat is een goede combinatie. Zonder problemen houden. Okoye moet terug. Want zit verkeerd. En dan wordt het een doelpunt ook. Na goed voorbereidend werk van Witek is het raak voor Baden Frederiksen. Inschattingsfout van Jewelste, van Maduka Okoye. Die daar helemaal niets te zoeken had. Daar gaat Witek. Okoye kwam, maar had dat helemaal niet hoeven te doen. En Baden Frederiksen weet wel wat het is om het doelpunt te maken tegen Sparta. Twee keer in de beker. Dit is zijn eerste vanavond. Door dus in het bekertoernooi. Zeer waarschijnlijk Europese overwintering. Vierde plaats in de Eredivisie. Zo is het tussenrapport in dit seizoen. Uitstekend voor Thomas Letsch. Goede bal op Emega. Over Doekie heen. En wat is dit? Dit is ook niks. Videoscheidsrechter is Joey Coy. En die heeft het blijkbaar allemaal al heel snel teruggezien. Van het spelen van de bal is hier geen sprake door Oros. Kijk maar, de bal is al weggetikt door de knie van Emega. En dan is het ook geen schouderduw, maar eerder een duwtje in de rug. Maar hij vindt het helemaal niks. Bas Nijhuis. Mijnans. Hij heeft uiteindelijk toch iets te veel risico. En wat doet Vitesse? Vitesse heeft hier het nodige geluk. Baden Frederiksen en een goede redding van Okoye. Daarvoor komt hij de 0-2 mee. En dat is heel belangrijk, zo'n 10 minuten voor rust. Want maakt Vitesse nu zijn tweede, dan komt dat denk ik echt als een mokerslag aan voor Sparta. Awassar, de bewaker van Doekie bij de hoekschop voor Vitesse. En dit levert de kans op een goal ook. Daar is hij weer. Baden Frederiksen. En nog voordat het rust is op het kasteel, heeft hij er weer twee gemaakt tegen Sparta. En dan ziet de defensie van Sparta er alles behalve overtuigend uit, hè, bij die corner. Baden Frederiksen, die hem toch in het 5-meter gebied behoorlijk ongehinderd tegen de touwen mag schieten. De nieuwe technische baas, Gerard Nijkamp.
drie verse krachten. Osman, Van Krooi en Engels in de ploeg bij Sparta. Emega, Smeets en T in de kleedkamer achtergebleven. Je kunt het zien als een uiterste poging van Henk Vrezer. Onze spelers op scherp te zetten. Baden Frederiksen is erbij gaan zitten. Grijpt naar zijn rug. Openda dus. Nu in de ploeg bij Vitesse. Einde wedstrijd voor Baden Frederiksen. Uur gespeeld. Maar nog altijd wacht Sparta op een uitgespeelde kans. Gevoelsmatig hoeft Vitesse hier vanavond niet voluit te gaan. Om uiteindelijk de drie punten mee te nemen. Van Krooi die daar doorliep bij Bero. Dat was eigenlijk een overtreding. Nijhuis kijkt ernaar en zegt ja het zal wel. Van Krooi. Osman. Pinto. Niet langs Manhoef. Mijnans goed ineens gespeeld door Masouras. Krijgt de bal terug van Mijnans. Aan de andere kant Pinto. Van Krooi meldt zich voor het doel. Daar komt Masouras nog. Maar een vlotlopende aanval kun je dat toch niet noemen van Sparta. Witek. Openda. Beugelsdijk speelt de bal. Bovendien was er sprake van buitenspel. Openda heeft last. Is denk ik een beetje ongelukkig terechtgekomen. Grijpt naar zijn schouder. Naar zijn sleutelbeen. Het lijkt te gaan met Louise Openda. Eén doelpunt van Sparta zou de spanning natuurlijk wel terug kunnen brengen. Engels valt in ieder geval in met energie. Goede actie en een kans. Dat is een echte kans voor Mijnans. Uitstekend gedaan door Mario Engels. En dan moet het dus ook een beetje meezitten. Het is niet de meest gestroomlijnde actie natuurlijk dit van Engels. Maar hij doet het met kracht, met snelheid. Frommelt zich er langs, bal door de benen. Alleen wild geschoten hier. Door Sven Mijnans. De eerste echte serieuze kans voor Sparta in de tweede helft. Osman. Bal terug van Vriends. Manhoef. Al geanticipeerd door Pinto. Pinto, wat een prima dribbel is dat. En dan moet hij nu raak zijn. Dat is een mooie goal. Nu zit hij er wel in voor Mijnans. En dan is Sparta dus terug in de wedstrijd. Dat wat je toch eigenlijk al een hele tijd niet meer verwacht. De vorige kans van Mijnans was dus een waarschuwing voor Vitesse. En deze kans is raak. Met dank aan Pinto die er hier twee van Vitesse achter zich laat. Perfecte voorzet. En dit is met volle overtuiging afgerond door Mijnans. Heerlijke goal. Het is 1-2. En het is precies wat deze wedstrijd nodig heeft. Met nog dik 20 minuten te gaan. Nu ligt er ruimte voor Openda. Beugelsdijk zoekt hem op. Openda is veel sneller. Echt heel veel sneller. En dit, Nijhuis, wuift het weg. En ik vraag me toch ernstig af of Beugelsdijk hier wel de bal speelt. En niet Openda raakt. Ik heb toch de indruk dat dit
een overtreding is van Beugelsdijk. Daar zit de bal niet bij. Misschien dat Openda er te veel naar op zoek is. Dat dat de uitleg is van Nijhuis. Pinto. Van Krooi. Is telkens goed aanspeelbaar. Osman. Daar komt Masuras. Missen van Witek. Masuras. En de doelpoging is van Krooi. Vriends. Beugelsdijk nog voorin. Die gaat nu richting de bal. Maar die komt niet aan koppen toe. Openda is weer los. En dan kan hij de wedstrijd toch gaan beslissen. Moet hij dat gaan doen? Openda, 5 minuten voor tijd. Om de keeper heen. Okoye grijpt in. En Okoye heeft hem. Daar laat hij dan toch even zijn klasse zien, de Nigeriaanse keeper. Die volgend seizoen actief is voor Watford. Osman achter de bal. Het gaat richting de keeper. Die inmiddels als een haas terug is. Engels. Pinto. En nog een keer Mijnans voor richting veranderd. 2-2. Toch nog de gelijkmaker voor Sparta. Zo is hij de man van deze tweede helft. Sven Mijnans. En dat wat er heel lang helemaal niet in zat voor de ploeg van Fraser, gebeurt dan toch. In de extra tijd geeft Vitesse toch nog de voorsprong uit handen. Weer een assist voor Pinto. Weer een doelpunt voor Mijnans. Het staat 2-2. Mooie blijdschap bij de jonge middenvelder van Sparta. En ook de ontlading natuurlijk bij de keeper, bij Okoye. Wat geeft Vitesse het hier weg? Zo lang was er helemaal niets aan de hand voor de Arnhemmers, de nummer 4 in de Eredivisie. Maar uiteindelijk is een 2-0 voorsprong dankzij de twee doelpunten van Baden-Frederiksen niet genoeg voor de overwinning.